Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 24 januari. Het is 9 uur 's ochtends. En Sterre heeft vandaag en morgen studiedag. Dus we hebben al lekker lang weekend. En ik dacht vanmorgen vroeg, of eigenlijk gisteravond, we gaan vandaag lekker naar Enschede. Dat doen Sterre en ik graag. Dan gaan we straks ontbijten bij Bagels & Beans en winkelen bij de Primark en zo. Dus ik neem jullie een dagje mee. Het is inmiddels 4 uur. We zijn vanmorgen tegen een uurtje of 10 vertrokken. Maar de trein die had vertraging en treinstoring. En nou ja, uiteindelijk waren we om 11 uur in Enschede. We hebben lekker ontbijt op bij Bagels & Beans. Daar heb ik ook wat gefilmd. En daarna hebben we 3 uur zo rondgelopen bij de Primark. Ik kan daar voor mezelf nooit slagen. Dat is gewoon de kleding. Is niet echt mijn ding, zeg maar. Of het past niet, of het zit niet lekker. En ik had één truitje aan, dat heb ik volgens mij ook gefilmd. En die was qua maat goed en zo, maar die kon ik helemaal trekken. En dan, die was te wijd. En dan was die wel 5 euro in de sale, maar die, ja. Ik heb net mijn kast opgeruimd, 9 van de zakken weggedaan. Samen met Roy, zeg maar, met de kleding. Dus ik dacht, doe maar niet. Sterre had wel wat dingen nodig en ik ben even aan het denken hoe ik dit kan laten zien. Ik ga even kijken of ik jullie dit kan laten zien. Wacht even. Kijk, we hebben 2 tassen. En ze heeft een sportlegging. Gewoon in het grijs. Een sporttop. Voor gymmen had ze wel even wat andere kleren nodig. Ook gewoon zwart, niet zo boeiend. Bolletjes heb ik even snel gehaald. Want er was geen brood meer in huis vanmorgen. En Roy moet wel werken. Dus toen dacht ik, oh ja, even snel nog bolletjes gehaald bij het station. Nou, wat is het? Bordeaux roodpaarsachtige crop top trui voor Sterren. Die was 11 euro. We waren bij elkaar. Zal ik zo even zeggen. Een sportlegging. Ja, ik laat het niet heel erg zien als shoplogstijl. Want dat doen we niet. Sterren wil dat ook niet. Een sportlegging met strepen. Ja, en nog wat meer shirtjes en sokken. En bij de Yamin. Heb ik deze chocoladespekjes gekocht voor vanavond bij de koffie en vanmorgen. Want die vindt Roy zo lekker. En wij eigenlijk ook allemaal. En deze spijkerbroek was nu in de aanbieding voor 5 euro. Het is maat 34. Hij is nog wel een beetje te groot. Dit valt een beetje als 168. Ligt er een beetje aan. Maar hij is nog wel iets te groot. Maar ik dacht, dan hebben we hem vast. En voor 5 euro heb ik ook gelijk 2 gekocht. Zodat Sterre er eentje hier thuis heeft en bij haar vader. En mocht je denken, wat zit er op mijn hand? Ik heb make-up gezwart bij de etels. En het gaat er niet meer af. Dus vanavond mijn douche even extra goed boenen. Nou, nog een crop top, sokken. En dit tasje.
heeft Sterre zelf gekocht van haar geld. Want ja, deze sportschoenen. Gewoon echt simpele dingen voor gym, zeg maar. Ze wilde haar Scapino dingen weg en ze wilde deze, snap ik ook wel. Maar ik heb wel gezegd, als je dingetjes wil, mag je het ook zelf betalen. En dus dat doet ze ook zelf van de zakgeld en zo. Een make-up tasje. Te leuk. En een haarborstel. Tasje was 3 euro. Haarborstel was ook 3 euro. Met glitters. En elastiekjes voor 1,50. Daar heeft ze er weer een paar, want die raakt ze altijd kwijt. En ik heb ondertussen gezelschap gekregen van Vee. Hè? Ja. Kijk, dat is Vee. Hey. Ze heeft de t-shirt. Ze is gisteren naar de trimsalon geweest. En omdat haar vacht nu korter is en het kouder is, heeft Tanja van de trimsalon heeft er een t-shirtje aangedaan. Het is zo schattig. Ja. Ja. Ja, schat. Oeh. Nou, ik ga dit even opruimen. En dan ga ik nog even werken voor Pinkit. Deze vlog in elkaar zetten, koken, was doen. Dus ja, ik ga de vlog ook gelijk afsluiten. Ik hoop dat ik genoeg materiaal heb in de winkels. Maar we waren zo lekker bezig met kletsen en dingen passen en doen dat ik ook niet heel veel heb gefilmd volgens mij. Maar ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Laat het even weten onder in de reactie. En ik zou zeggen tot de volgende video. Doeg!